Ik droom. Ik draag mijn winterjas. Een mooi exemplaar van goede kwaliteit, bestand tegen regen en kou. Hij is van een goed merk en was best duur. Maar zo blij als ik er bij aanschaf mee was, ben ik niet meer. Hij is modderig en heeft alle regen opgezogen. Hij hangt zwaar om me heen en beperkt me in mijn beweging. Hij plakt aan mijn bovenbenen als ik een stap wil zetten. En hij knelt op mijn bovenlijf. Ugh, irritant. Ik zal mezelf van deze jas moeten ontdoen om verder te kunnen. Maar ja, ik heb er veel geld voor betaald. En ik ben eraan gehecht. En ik heb toch echt een winterjas nodig. En zal ik hierna wel net zo'n fijne jas kunnen vinden? Maar ik weet dat ik mezelf van deze jas moet bevrijden. Hij beschermde me, maar is een beperking geworden. Ik heb meer bewegingsruimte nodig. Ik weet dat ik zonder de jas lichter verder op weg kan gaan naar mijn bestemming. Ik moest aan dit droombeeld denken toen ik het paasverhaal las. Als Jezus is overleden, wordt zijn lichaam van het kruis gehaald, in doeken gewikkeld en in een graf gelegd. Een graf dat is uitgehakt in een rots. Een steen wordt voor de opening gerold. Het graf is afgesloten. Het verhaal loopt dood. Dan breekt de ochtend aan van de eerste dag van de week. Leerlingen gaan naar het graf en ontdekken dat de steen is weggerold. Het graf is leeg, het lichaam weg. Wat achtergebleven is, zijn de doeken waar het dode lichaam in was gewikkeld. Die doeken trekken mijn aandacht, alsof ik naar een film kijk. De camera brengt het hele graf in beeld, blijft dan stilstaan en zoomt in op de doeken die daar liggen. Ze willen me wat zeggen. De opgestane heeft zich ontdaan van de doeken en ze laten liggen. Want hij heeft ze niet meer nodig. Ze zijn overbodig geworden. Ze beschermden het dode lichaam tegen invloeden van buitenaf, maar ze zijn beperkend geworden. De weg van de mens is als de weg van het zaad. Laten we graan als voorbeeld nemen. De graankorrel bestaat uit twee onderdelen, de kern en het kaf. Het kaf beschermt de kwetsbare, premature kern. In het kafje kan de kern van het graan zich in alle rust en veiligheid ontwikkelen. Het is beschermd tegen uitdroging, tegen kou, tegen verbranding door de zon. Dan is de graankorrel volgroeid. De zaaier zaait en de korrel rust in de aarde. De dagen gaan lengen, de zon klimt hoger en hoger. Zijn stralen bereiken de aarde en verwarmen haar. Een frisse lentebui beregent het land. De aarde met haar voedingsstoffen, de warmte, het licht en het vocht. Ze roepen het graan wakker. Dwars door de harde kaf die de kern beschermt heen, voelt, weet het graan, ik kan gaan groeien. Ik kan me gaan ontwikkelen. En de graankorrel groeit en groeit. Hij zwelt in zijn harde jas. Het kaf
dat het graan eerst beschermde, gaat nu knellen. Het inwendige van de korrel groeit zo groot dat het niet anders kan dan het kaf openbreken en eruit tevoorschijn komen. Dat wat eerst de kwetsbare kern beschermde, is nu overbodig geworden. Het graan barst uit zijn jasje. Hier ben ik, roept het, hier ben ik. En het ontkiemt. Het slaat zijn wortels in de aarde, steekt zijn kopje boven de grond, groeit uit tot halm en tot aar. En de aar draagt vrucht, 100-voud. De weg van de mens is als de weg van het zaad. In de loop van ons leven leren wij om onszelf te beschermen met een min of meer stevige buitenkant. Een kafje. Of in het beeld van het paasverhaal, we wikkelen onszelf in doeken. Doeken die ons helpen om ons naar de buitenwereld toe zo voor te doen als we denken dat we graag worden gezien. Je bent een kind dat graag haar eigen gang gaat, maar je ouders leren je, of leven je voor, dat meisjes volgzaam dienen te zijn en zich aan moeten passen. Of je bent een gevoelige jongen, maar ja, kerels huilen niet. Voor wie je van binnen bent, is geen plaats. En je leert om jezelf te beschermen. Je wikkelt jezelf in doeken en doet je voor zoals verwacht wordt. Na verloop van tijd ga je zelf geloven dat je de doeken bent. Maar wie de leerweg die het leven is aangaat, die zal op een gegeven moment ontdekken dat hij niet die doeken is. Dat de doeken zijn ware ik aan het zicht onttrekken, zelfs voor hemzelf. Wie dat gaat zien, het verlangen zal groeien het ware ik te ontdekken. Om het ware zelf te gaan leren kennen. En om die ware ik te worden, er steeds meer mee samen te vallen. Terwijl je lichamelijk waarschijnlijk al volwassen bent, groei je innerlijk zo sterk dat die doeken gaan knellen. Ze zitten niet meer lekker. Ze bieden je niet voldoende bewegingsruimte. En stap voor stap, doek voor doek, pel je je oude zelf af. Je zelfbeeld zal moeten sterven, zodat je eigenlijke zelf aan het licht kan komen. Er schuilt een gedaante in mijn eigen ik, die anders is en levendiger en vrijer. Die in zichzelf geen muren kent en tralies. Geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang. Die zich weet los te maken uit de windsels van angst en gal en treurig zelfbeklag. Die opent en ademt in de ruimte en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan en minnend inziet wat een ander bezielt. Die geen bedenkingen, geen grenzen kent en lachend geeft en deelt vanuit een wijds besef dat allen op de aarde één zijn.
en dat geen lot ons breken kan, omdat wij gronden in de echte liefde. Soms in het donker kijkt dat diepste ik mij aan en ik herken het als de levende icoon van wat ons ooit is aangezegd. De nieuwe mens, in mij en iedereen verborgen. Zover, zo ver, maar onder ons bereik. De weg van de mens is als de weg van het zaad. De graankorrel die uit zijn kafje barst, de slang die zich uit zijn oude vel wurmt, de plataan die uit zijn bast breekt, de vlinder die zich uit de cocon werkt, de krokus die uit de bol tevoorschijn komt, het kuiken dat uit zijn ei kruipt, het is allemaal dezelfde beweging. Dat wat jou eerder beschermde en veiligheid bood, beknelt jou nu. Je bent innerlijk gegroeid en je oude jas past je niet meer. Die belemmert je in je bewegingsvrijheid. Je zult je eraan moeten ontworstelen en je ervan ontdoen om verder op weg te gaan naar je bestemming. Wat er in de nacht of de vroege ochtend daar in het graf is gebeurd, het is een mysterie. Het laat zich niet raden, niet beschrijven. Het gaat aan woord en weten voorbij. We zien alleen wat er is achtergebleven en dat wil ons iets vertellen. De opgestane heeft zich bevrijd van de doeken waar hij in was gewikkeld. Alle omhulling is overbodig geworden, nu hij volledig ontwikkeld is. De opgestane gaat ons voor op deze weg. Leg af wat je niet bent, om te worden wat je bent. Daar sta ik in mijn droom, met mijn vieze, natte winterjas nog aan. De jas die zwaar om me heen hangt en mij in mijn bewegingsruimte beperkt. Ja, ik ben eraan gehecht. En ja, hij was duur. En nee, ik weet niet of ik een fijne nieuwe jas zal vinden. Maar ik weet wel dat ik mezelf van deze jas zal moeten ontdoen om überhaupt verder te komen. Ik trek de rits naar beneden en wurmen eruit. Dat gaat niet gemakkelijk. Omdat hij nat is, blijft hij aan mijn lijf kleven. Maar het lukt. De jas valt op de grond. Een bevrijding. Ik kan weer vrij ademhalen en zuig mijn longen vol met lucht. Ik voel de levensenergie volop stromen. Hier ben ik. En ik ga dansend en huppelend, vrolijk en licht weer verder op mijn weg. Een weg van groeien, bloeien en vrucht dragen. Ik wens jullie een opgewekt paasfeest.